Het idee van dit station was om aan de Nederlandse klauwverzorger te tonen wat het effect is van preventieve klauwverzorging op gezonde klauwen en hoe dat zich vertaalt in de biomechanische interactie tussen klauw en ondergrond. En ook om een aantal aanpassingen aan de kaptechniek te bespreken en ook daar het effect van aan te tonen op biomechanisch aspect. En vooral de interactie tussen dan die bekapte klauw en de ondergrond. Het idee van de drukpers is om eigenlijk een soort van benadering, met de nadruk op benadering, want we zijn met slachthuispoten bezig. Het is ook maar een statische meting, dus een stilstaande meting, van ja, wat er onder een klauw voor en dan na elke stap van het klauwverzorgen eigenlijk gebeurt. En ook om aan te tonen van ja, als je ja, een klauw niet volledig vlak hebt, dan heb je bepaalde drukpunten die zich kunnen vormen. Als je een bepaald type model zet, al dan niet voordelig voor die klauw op dat moment. Dus dat zijn allemaal zaken dat we met zo'n setup eigenlijk kunnen aantonen. Het voordeel hiervan, de slachthuispoten, ze bewegen niet. Terwijl levende dieren is in demo-toestand nogal een uitdaging om daar ja, goede zaken aan te tonen. Omdat die koeien natuurlijk recht staan. Maar dat is iets dat ik in mijn eigen onderzoek wel mee bezig ben. Om daar het effect van de klauwverzorging bij levende dieren te meten en ook een beetje op te volgen om te zien ja, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Dat is het leuke van eigenlijk mijn rol binnen het project, is naast het feit dat ik ook veel koeien mag en kan bekappen, is dat ik ook een beetje ja, de kennis, maar ook aan klauwverzorgers praktisch, hetgene wat zij dagelijks doen, veel klauwverzorgen, dat ik daar ook het kan aantonen. En dat ze zaken zien die dat ze ja, normaal gezien nooit zouden zien. En dat zet hun soms toch een beetje aan het denken. In de goede zin hoop ik dan. En dat ze zichzelf dan toch ja, misschien naar huis gaan met het idee van oké, ik doe nu zoiets op een bepaalde manier. Ja, moet ik daar in de toekomst toch op letten dat ik bepaalde zaken misschien anders doe om ja, de koeien veranderen. De letsels die we zien ja, komen meer en meer voor. De producties bij de koeien veranderen ook, dus er zijn toch veel zaken die denk ik toe zijn aan vernieuwing, verandering. En ik hoop dat ik daar vanuit de faculteit door kwalitatief onderzoek, maar ook disseminatie en door zo'n voordrachten te kunnen geven, dat ik daar toch ook de Nederlandse klauwverzorger in het veld mee kan helpen om op een betere manier en op een hoger niveau ja, preventief klauwen te verzorgen. Daar draait natuurlijk toch veel al om. Ik denk dat ik bij een aantal klauwverzorgers dat ik ze toch aan het denken heb gezet. En voor mij is dat al missie geslaagd. Een aantal klauwverzorgers zijn misschien wat moeilijker of koppiger en standvast bij hun principes. Maar alle respect daarvoor. Maar al bij al, ik denk dat het een leuke dag was. Ook weer om echt ja, ervaringsdeskundigen in de praktijk zien dan. Om daar ook eens mee ja, te sparren en te overleggen van ja, wat zouden zij doen in die situatie. Omdat zij uiteindelijk ja, de bron van kennis zijn op vlak van praktische ervaring. En als onderzoekers hebben wij misschien, of probeer ik zoveel mogelijk met die praktijk mee te zijn. Maar bekijken wij de zaken toch op iets ander niveau. Maar ik denk dat de combinatie juist heel mooie resultaten kan geven. En dat is ook een beetje mijn doel met dat project en ook het verder verloop aan de faculteit. Dat ik eigenlijk de brug tussen de klauwverzorgers en de wetenschap zo klein mogelijk kan krijgen om ervoor te zorgen dat de gasten die het uiteindelijk in het veld moeten doen, die het werk moeten verzetten, dat die het ook op zo'n hoog mogelijke manier en bewust kunnen uitvoeren.